Vandaag zijn we voor een bijzondere klus in het Groningerland. Hier volgen we de specialistische transportactiviteiten van een al meer dan 100 jaar bestaand bedrijf. Wagenborg Netlift is onderdeel van de Koninklijke Wagenborg. Het heeft diverse divisies. Een van de divisies daarvan is onze afdeling, dat is de afdeling Netlift. Dat is alles wat u ziet op het land, hijskranen en transport. En we zijn vandaag bij de afdeling transport. De meeste van onze klanten doen iets aan de voorkant van de olie- en gasindustrie, dus aan de producerende kant. We zijn vandaag bij de NAM in Sappemeer, op een van de productielocaties van het Groningen Gasveld. Productielocatie Sappemeer, waar gas geproduceerd wordt. We zijn hier specifiek bezig met gaspigging. Gaspigging is eigenlijk een Engelse term. Pigging komt van Pipeline Intelligence Gauge. Dat is een gasmeetinstrument wat wij door de gasleidingen sturen. En dat gaat van de diverse locaties hier in het Groningen Gasveld naar centrale knooppunten zoals hier. Wij doen hier de logistieke werkzaamheden rondomheen. Dus wij voeren die zogenaamde mol aan en af. En wij hebben de auto's daar ook speciaal voor geconstrueerd dat zij in staat zijn om die mol ook daadwerkelijk in en uit de gasleiding te drukken. Daarvoor is de vrachtauto speciaal aangepast. Normaal gesproken met een autolaadkraan mag je alleen maar hijsen en heffen. Wij hebben daar iets verder in gegaan. We hebben daar zelfs de machinerichtlijn van de vrachtauto laten aanpassen. Omdat die auto's die taak kunnen voldoen en daarin dus ook een duw- en trekbeweging kunnen maken. Wat natuurlijk niet een natuurlijke beweging voor een hijskraan is. We hebben deze auto geconstrueerd door samen met onze leveranciers om tafel te gaan zitten. Dat is enerzijds de leverancier van het chassis, zijnde de Scania. Anderzijds de opbouwer, dat is een VDA. En de kraanleverancier, zijnde Palfinger. En gevierlijk hebben we uitgezocht hoe we de auto nu precies moesten construeren om tot een optimale mix te komen van alle functies die wij aan die auto willen hebben. En wat voor ons heel erg belangrijk is bij deze werkzaamheden, dat is de stabiliteit van het voertuig tijdens zijn hijswerkzaamheden. Maar aan de andere kant ook het hebben van een groot laadvermogen. Dan hebben wij gekozen voor een Zweeds chassis, want een Zweeds chassis dat kenmerkt zich door een optimale stabiliteitsverhouding. In dit specifieke geval hebben we gekozen voor de Scania, omdat de Scania als enigste een voertuig kon aanbieden aan ons wat voldoet aan de huidige emissienormen van Euro 6 en anderzijds toch maar een chassishoogte heeft van 94 centimeter, zonder dat daar verder nog hinderlijke obstakels in zitten die ons bij de opbouw van de laadbak die wij erop geplaatst hebben nog kunnen beïnvloeden. Dit is zeker geen standaard oplossing. Zoals u misschien zo ziet staan, dan lijkt dat in het eerste ogenblik wel zo te zijn. Alleen die auto is minutieus geëngineerd om precies die taak te doen waar hij voor gebouwd is. Zo is de kraan, een specifieke palfingerkraan, die met allerlei snufjes is omgeven. Die auto heeft een volledig proportioneel afstempelprogramma. Dat betekent dat hij op basis van sensoren continu meet waar de stempels staan, hoeveel druk zich daar bevindt en op die manier ook bepaalt hoeveel capaciteit hij kan geven. De beide volledig luchtgeveerde Scania's zijn uitgevoerd als een 8x2 en zijn door de drie sturende assen uiterst wendbaar. En om de Euro 6-norm te waarborgen is gekozen voor een 450 pk SCR-only dieselmotor. VDA verzorgde de laadbak inclusief de Palfinger autolaadkranen van het type PK92002 SAF. We hebben voor Palfinger gekozen omdat Palfinger in dit segment de kraan aanbiedt die het optimaalste presteert in het werk wat wij ervoor willen doen. Deze kraan moet zich kenmerken door een heel rustig verloop. Al na gelang de chauffeur, de machinist, de commando's geeft op zijn afstandsbediening, weet de kraan hoeveel capaciteit hij moet geven en of hij rustig of iets sneller mag bewegen. En aan het eind van zijn beweging corrigeert hij dat ook weer door minder druk te genereren, zodat de lading eigenlijk heel rustig en gestaag, zonder schommelingen en horten en stoten beweegt. Omdat dat heel belangrijk is voor dat stukje instrument wat wij in en uit de pijpleiding moeten halen, dat dat heel rustig en gecontroleerd geschiet. We hebben de laadbak zodanig geconstrueerd dat hij op allerlei manieren de lading daarop kan vastzetten. Zo heeft hij bijvoorbeeld een gecertificeerd kopschot waar je lading tegenaan mag zetten. Hij heeft op allerlei strategische posities op die laadbak sjorogen, maar hij heeft ook opsluitrongen in lengte en in breedte richting, zodat die kleine lading die toch zwaar is en die je omwille bijvoorbeeld van het zwaartepunt boven de assen wilt plaatsen, die kun je dan opsluiten met rongen en die kun je dan op een afdoende manier sjorren met spanbanden.
Wij hebben voor de Scania gekozen omdat de Scania ook voor de chauffeur een heel gebruikersvriendelijke omgeving is. Als je kijkt naar veiligheid en ergonomie, dan blinkt de Scania daar toch wel in uit. En als je dat plaatst in combinatie met brandstofverbruik en de bedrijfseconomische aspecten die je nodig hebt om zo'n auto uiteindelijk rendabel te kunnen exploiteren, is de Scania in deze voor ons de beste keuze. Kijk voor meer informatie over deze op maat gebouwde transportvoertuigen van Wagenborg ook op onze website rtltransportwereld.nl.